Hoe avontuurlijk we ook denken te zijn, in het dagelijks leven houden we het liefst vast aan vertrouwde gewoontes. We gebruiken hetzelfde merk tandpasta en raken geïrriteerd als de indeling van de supermarkt verandert. Bij mensen met autisme gaat het vaak juist mis bij te veel verandering. Ze raken eerder overprikkeld en kunnen niet meer goed schakelen. Neuropsycholoog Hilde Geurt doet onderzoek naar autisme. Ik doe onderzoek naar ADHD en autisme. Veel mensen denken dat het elkaars tegenpolen zijn, maar wij hebben ontdekt dat er eigenlijk heel veel gemeenschappelijk in zit. En juist doordat we ADHD en autisme tegelijkertijd bestuderen, krijgen we kruisbestuiving tussen verschillende onderzoeksvelden. Daarnaast vind ik het belangrijk om het wetenschappelijke onderzoek te vertalen naar de klinische praktijk. En daarom werk ik in een derdelijns GGZ-instelling. Ik wil graag weten wie wanneer welke problemen heeft en wat eraan te doen is. En we zijn benieuwd daarbinnen naar de faal- en succesfactoren die er zijn voor de kwaliteit van leven bij mensen met autisme en ADHD. Wat het bijzondere is aan ons onderzoek is dat we naar de hele levensloop kijken. We kijken echt naar kinderen en volwassenen, dus van 8 tot 88. We weten natuurlijk dat kinderen met autisme en ADHD ook volwassen worden. Maar de studies hebben zich vooral gericht op kinderen. En we weten eigenlijk niet zo goed welke problemen nu verdwijnen. En wat er aan te doen is op het moment dat mensen volwassen zijn. Dus hoe stellen we dan de diagnose en wat voor hulp hebben mensen dan nog nodig? Wij doen onderzoek naar ADHD en autisme door vooral vragenlijsten en interviews af te nemen in eerste instantie. Om te kijken wat voor problemen mensen ervaren en wat zij belangrijk vinden wat voor hun een goede kwaliteit van leven is. Daarnaast doen we ook experimenteel onderzoek om te kijken wanneer het nu goed gaat en wanneer het niet goed gaat. Dat doen we door computersimulaties van bijvoorbeeld het kunnen stoppen van gedrag. Dus hoe goed kunnen mensen inhiberen. En dan gaan we daarna kijken van nou hoe kunnen we dat beïnvloeden. En dat doen we eerst in van dat soort computertaken. Wanneer wordt het slechter en wanneer wordt het beter. Maar daarna gaan we ook kijken hoe kunnen we dat gebruiken voor interventies. Dus vanuit dat nieuwsgierigheid gedreven experimentele onderzoek gaan we dan naar het toegepaste onderzoek. En een interventie is bijvoorbeeld Brain Game Brian, een computergame waarbij we dat stoppen van het gedrag proberen te trainen, flexibiliteit proberen te trainen en ook het werkgeheugen proberen te trainen. Als we kijken naar de afgelopen jaren wat we hebben ontdekt, zien we dat we duidelijker zicht hebben op de individuele verschillen tussen mensen. Wie kan bijvoorbeeld wel stoppen en wie niet. En die informatie hebben we nu kunnen gebruiken om te kijken voor wie welke behandeling geschikt is. Dus we zien dat voor sommige mensen met autisme en ADHD bijvoorbeeld een strategie aanleren om ermee om te kunnen gaan het beste is. Terwijl voor anderen een computergame veel beter werkt en voor anderen juist weer medicatie. Maar wat het beste voor iemand is, hangt ook weer af van iemands leeftijd. En het is ook niet statisch gedurende het leven. Het kan veranderen. In de toekomst wil ik met mijn onderzoek bereiken dat we meer zicht krijgen op de problemen die mensen in verschillende levensfases ervaren. En we willen dan vooral weten ook wat voor kwaliteiten mensen met ADHD en autisme hebben en hoe we die in kunnen zetten om een hogere kwaliteit van leven te bewerkstelligen. Dat onderzoek wil ik graag doen samen met mensen met autisme en ADHD en niet alleen naar mensen met autisme en ADHD. Want ik denk als we het samen doen, dat zij dan kunnen zorgen dat wij op de goede weg blijven en dat we door de wisselwerking eigenlijk veel mooier onderzoek zullen krijgen.